Als het effen kan, steekt moeder op dat we gezamenlijk aan tafel et. Als je door met aan het slokrepen komt, zegt ze, dan heb je helemaal geen regels meer. Het is morgens bij ons maar een heel gewone broodtafel. Een zeildoeken tafelkleed, geen bordjes, alleen een mes en een kommer voor de thee. Moe snit voor de botste de plakken witte stoeten af, dit later kaal midden op de tafel ligt. Dobby de plakken roggebrood en een stukje roomboter op een schutteltje. Er is geen keze, dat heeft ze alleen als de volk met et. Wie mocht maar ene boterham etten met vlees, nog lang er is. Nagelhout, schinken of gekokt spek. Soms een plekske rauwe was. De rest van de plakkenstoeten etten we met stroop, broene en witte bastardsuiker en ook gewone suiker. Natuurlijk is er na het slachten ander beleg op het brood, zoals leverwas, heufkezen en een plekske spekrollen uit soer. En Mo maakt bloedbroodkloor. Ze snit de balen kapot aan stukjes, met iets water aan de kok brengen en afmaken met bloem en een henkje vol schroom uit gebakken varkensreuzel. Ook bak ze plakken broodwas dat op balkenbrie lik. Heel af en toe is er een ei. Ik moet zeggen, op zondag altijd. Bunt meestal tweede soort eieren, want de groeien wordt aan een kruidenier verkocht. Voordat er met etten begonnen wordt, geeft va even achter de petten voor stil gebed. En Mo steekt er vooral op dat we als kinderen eerbiedig met dood. Bij krangen aan tafel, dan kun je er al gauw een strikert met de petten om de oren van verwachten. De mansleu, dus ook va, helpt hogenaam niet in het vuurhuis met. Dat is vrouwenwerk, wat de vaker gekschiende zegt. En als va een theedoek vast te pakt om af te dreugen, dan moet zich al geen volk op het struitje melden, want dan gooit een theedoek aan de kanten. Het middageten wordt allemaal met eigen producten klaargemaakt. Bij blote gekokte appel is een spekhaasje bruine, kanemelk of siepelsaus erbij. Gebruin vlees en was en ribbekes kunt meestal kan en kloor uit de wekflessen. De groente erbij, dat hangt van de tijd van het jaar af. Bunt de boon, dan is het elke middag boon. Is er andivi, dan geeft dat andivi. En wat dacht hij van slaat in het vuurjaar? Snie slaat en laat de krop slaat uit een broeibak? Het is net of hoe een engeltje over het hattepis, zegt Groffa. Ten eerste frissen slaat. Dat wordt nog vaker schone uit water getten. Maar tegenwoordig maakt moeder iets extra's van. Met ulli en azijn en een gekookt ei. Ze haalt altijd een fuske smalhoek bij grootmoe uit een hof. Geloof maar, zegt moeder, dat er bij de leun nog vuile stampodden getten wordt. Moes, boerenkool, wortels, hutspot, boeskool, wittenkool, zoekool, snieboon uit zalt, rauwnandivi, heitenbliksem, appel en appels. Alle stampotten worden kookt met vlees, was, spek, schelhassen en epsenpoot, dus bovenbeen van een varken. Ook wat er butte met de kookt voor de smaak. Het vlees kwam nog gezolten uit de tonnen of gedreugd uit de wiemen. Als het lang aan de zolder hadden hangen, dan was het wat sterker won. Gasterig, zei Mimo, en wie trokken dan neuzen er al voor op? Natuurlijk smaken een gebraden spekhaasje ook goed bij de stampot. En wat dacht je van arven en broene bonensoep met selderie en prei uit eigen hof? Daarvoor wordt hetzelfde vlees als bij de stampot gebruikt. 'S morgens en 's middags is de koffie en thee. Wiele als kinder kreeg dat met vulle suiker en melk. Als je dos had, dan kon je kolde thee of water drinken. Hij vaker vroegen drinken, dan zegt Mo, ik heb het dos, ga naar Jan Hos, dan heb een huntje en een pistoliek in het muntje. Tegen 7 uur steekt er een beker cacao op de tafel. Want va en Mo bent dan nog meestal aan het werk. V
Veur als er wie naar bedden gaat, etten wie eerst nog een bord pap. Riespap, havermout of kannemelkspap. En dan met een dikke papboek op bedden aan.